We hadden 8 kinderen. En mijn vader. En een knecht. En dan nog die 100 duikers dan. Uit het kamp Amersfoort ontsnapten ze. En dan liep er weer zo één. Een hele rare figuur liep er bij ons. Dan zei ik, er loopt een hele rare man. In zijn pyjama. En dan zei mijn vader, is die er weer, die gek. Ga naar binnen, laat je niet meer zien. Maar hij wist al wat het was. Dat pyjama, dat was dat kamppak wat ze aan hadden. Het is boven de ruimte. En daar zaten hun in, die ruimte. Nou, de ene keer zaten er 4 in, de andere keer zaten er 6 in. Maar wij zaten op die route, hè. Een ontsnapte gevangene uit kamp Amersfoort. Die heb ik nooit aanzien komen, maar die is bij ons aankomen lopen. Maar mijn vader kwam dan toe. Kom eens hier, zei hij tegen hem, kom eens hier. En dan had hij een paar kistjes, noemden we die, van die hoge schoenen. Doe je klomp uit en trek deze aan. En dan moest ik met mijn klomp in mijn hand, moest ik door de weilanden heen naar Hamersveld lopen. Dat is nu Leusden centrum. Zo hard als je kunt. Als je daar bent, dan gooi je je schoenen in de sloot en dan kom je op je klompen over Leusden heen, Hamersveld heen, naar huis. Dat is een hele rit, man. Dan komen later de Duitsers eraan met herdershonden bij hem. En die gingen het spoor door de sneeuw volgen. En die kwamen bij ons, bij de boerderij heen. En die gingen gelijk weer door. En wist mijn vader dat het ook geluk was. En was thuis. En dan was de missie geslaagd. In het bos bij ons, daar stond de Luftwaffe. Dat is de Duitse, die schoten op die geallieerde toestellen die overkwamen vliegen. En er stond de hele bosrand stond vol met die kanonnen. Zei mijn vader van, waar staan die dingen ongeveer? Hoeveel staan ze? Dan moet je ze naartoe lopen en dan moet je bij de eerste gaan tellen. En dan moet je voetstappen niet uit gaan meten, maar gewoon lopen. Dan tel je gewoon jouw stappen. Je zet gewoon ze. En als thuis komen, moet je vertellen hoe ver ze uit elkaar staan. Dan later, dan zie je in één keer een toestelletje boven komen. En die draait een keer en die duikt omlaag. En dan zie je een tweede en een derde en een vierde. En die gaan allemaal naar een positie, gooien er allemaal bommen uit. En ze wisten precies waar ze stonden. Dat is natuurlijk wel een hele belevenis als ze dergelijke opdrachten aan je aan het geven zijn. Met een weet dat je er niet over mag of kunt praten. Nou, dat is wel sensatie voor een jonge vent, hoor. En dat heb ik al zelfs als heel prettig ervaren, een beetje. Dat ze altijd zitten vertellen van Mussert heeft NSW opgericht. En dan zeg ik, nee, vergeet ik. Mussert was wel de eerste man. Maar min of meer op voorwaarde van Vergeelkerk. Vergeelkerk die kwam daar dus in die villa te wonen. En als dat je buurman wordt, dat vind ik wel erg interessant. Ik had toch geen politieke mening nog op die leeftijd. Dus het was Hitler, Mussert, zij zijn kwart en Vergeelkerk. Mijn vader die vond het wel wat prachtig dat hij Vergeelkerk vlak in de buurt woonde. Want je kreeg nooit geen huiszoekingen. Het wezen is de rattenstreek waar heel aardig met hem zijn. Maar wel al die ontvluchte gevangenen helpen. Ja, je werd gelijk gefuseerd, man. Als je dus Joden of gevangenen hielp ontsnappen. Ja, daar stond gewoon de doodstraf op. Maar dat hield hem niet tegen dat om toch te doen. En Vergeelkerk, die kwam vaak bij ons aanlopen. Hij heeft altijd natuurlijk een tegenstander aan mijn vader en omgekeerd. Maar dat hij hem als mens wel waardeerde. Als mijn vader met hem zat te praten, dan zat hij altijd in een aparte kamer. Maar ik had altijd wel iets verzonnen van tevoren wat er in een hoek lag, waar ik mee spelen kon of lezen kon, dat ik meeluisterde. Ik heb al die gesprekken, maar ik had er echt belangstelling voor ook. Dat mijn vader op een gegeven moment een of ander verwijt maakte voor zijn partij. En dan zei hij, Horst, luister eens. Als ik zo zou zijn als dat je nu over me denkt, denk je dan dat ik nooit eens wat zie als ik hier loop? En toen is mijn vader zo van geschrokken. Toen liet hij merken dat hij die mensen uit dat kamp wel degelijk had gezien. Dat ze te laat weg waren als hij eraan kwam lopen. De schildwacht staat verdorie een paar honderd meter verderop, als het ware. En de gevangenen zitten bij ons. Ja, dat kan toch niet. Maar het was wel zo. Het was, nou, misschien ook wel een beetje de sympathie die hij had. Misschien ook om zichzelf wat in te dekken, want het is natuurlijk wel een blamage.
Als bij jou in de achtertuin de ontsnapte gevangenen zitten. Dat wat je eerst als sensatie zag als jongen, dat boog later om naar wel bittere ernst. Dat je ook veel meer ging begrijpen wat het voor je vader heeft betekend. Ik kon erom lachen, maar mijn vader heeft een enorme spanning. Ik had eigenlijk wel de juiste leeftijd, vond ik, om het te ervaren en mee te krijgen. Achteraf heb ik de mooiste tijd gehad. Ik kon gewoon vrij rondlopen en dan nog een keer je dienstbaar maken, waar ik zeer op gesteld was om het dienstbaar te maken. Ja, dat vond ik wel interessant.